van Polestar. En kijk eens wie er is. Hallo allemaal. Je kent haar ondertussen al. Ze is wel beter in onze intro komen. Hè? Maar dus de jarige. Ik ga die eventjes in een kast leggen, de koekjes. Dus hallo. Onze koekjes. Hier is het dan mee. Kijk eens. Ik word rijk, hè. Nee, het is een portemonnee. Een portemonnee zonder geld is ook rijk zijn, hè. Nou, je ziet de kaartjes. Ik zal hem al schrijven, hè. Ben een auto van mijn kleine jongen. Brum, brum, brum. Ja, die was je vergeten, hè. Die is al heel de tijd bij jou. En toen dat over hey. Onze camera gepikt was, dacht hij dat zijn Rocks auto ook gestolen was. Ja, zeker. Maar gelukkig hadden ze... Dat zijn die t-shirts. Ja. We zullen dat samen in de zakje steken. Dan kan hij ze zelf uitzoeken als ze komt. Het is, ja. We zijn ondertussen al wat meer warm geworden, want echt gisteren was het kei koud en we stonden te wachten op zo'n gehoor, top pops. Bart Keil, die zou ook op de foto gegaan zijn, mensen, maar ik had gewoon geen zin meer om te wachten. Dylan, we gaan richting het Vlaasland shopping. Dat is niet nog goed dat je die gevonden hebt. En we zijn nu aan het wandelen, hè. Helemaal aan het wandelen. Dus we zijn echt... Het is valt wel mee. Gisteren was het kouder, ik zeg. Gisteren was het ijskoud. Gisteren was het eten. Ik was bevroren als ik thuis kwam. Maar het was gewoon geweldig. Dus als we maar snel terugkomen. Ben je al benieuwd naar je verrassing? Ja. Ja, de verrassing is voor straks, mensen. Ze zitten op te wachten straks. Want ja, als ik het nu laat zien, dan kunnen we niet meer aan de winkel. Ja, we zijn hier nu in de winkel. Kijk hier voor te koken. Dat zijn zo van die kommetjes. Die hebben ook zo kleine kommetjes, kijk. Zo hele kleine kommetjes. Zo schattig. Ze zijn hier in de winkel. Een beetje wat nog steeds aan het zoeken. Kijk, ze allemaal kleuren. Toch een ander maatje. Kijk. Zoals Pokémon is in de winkel. Ik kijk. Pokémon. Het zal vast zijn. Kijk, Pokémon. Dat is ook in de mode. Vroeger was ook in de mode, toen ik jong was. Dit is wat ze zocht, Mickey Mouse. Want er hangen er niet zoveel precies. Maar de enige is die er hangt. 35 euro. De rest is voor de rest, was de rest weg van Mickey Mouse. Alle keren dat ik kom, is Mickey Mouse al te weg. Zijn averlei keer ook. Zo ene van Mickey Mouse. Wat een maat is dat? Dat is een emmetje. Nee, dat kan ik niet in. Dat is geen avans. Een L wel. Hangt ze een beetje naar achteren als je ze dan extra smal. Achteraf dan komt gaan halen. Zo, dan hangt die wat van achter, dan valt dat niet op. Hè. Ja. Dan mensen gaan moeten zoeken. Kijk, we zitten bij de bikinis. Bij de bikinis zitten we nu. Ja, dat zijn slippers, hè. Daar heeft ze nu al over. Daar heeft ze zich al veel voor gestrijd, hè. Al heel veel voor gestrijd. Dus de winkel binnen. De BH hebben. Mm-hmm. Nu in de winkel. En we gaan eens kijken of we hier iets vinden van een vestje. Kijken. Ik heb van die mooie geleken zoeken met Gerrit. Ja. Of met een open voor de mannen. Dus het is echt wel een grote winkel, maar. Het is wel op een echt wel mooi in de winkel. 21 personen zitten in de lift. Speciale lift, mensen, kijk. Die moet er ook wel goed in gaan in deze lift. We gaan naar beneden. Olé, olé. We zijn er. Ja, dankzij. Nee, want dat is een short, ja. Dat kan niet nog. Als jij het mooi vindt, is het goed, hè, maar ik vond het speciaal.
Wat denk je? Mooi. Ja, kan die, ik zeg... Kijk, maar die passen bij mijn broek. Wat? Kijk, hier heb je allemaal kostuumetjes. Ja, die past niet met mijn kleur. En die heb je nog allemaal kostuumetjes. Juist deze, die past ongeveer met de kleur die ik heb. Die past wel met de kleuren? Ja. Je bent een fit shoe, joh. Wat heeft u besteld? Klein pakje, twee balkjes en een Fanta lemon. Ja, en ik cola. En een mini en een hamburger met alleen maar kaas. Ja, het zit wel koekoek, dus ik ken dat wel. Ik vind altijd hetzelfde, die dan weet het al eigenlijk. Bij de andere team moet je altijd uitleggen en hier, de binnenkant waar hier komt. Ah, ja, het is makkelijker om het te vertellen. Laat u smaken. En dit is mijn eten. We gaan eens beginnen met eten. Die camera. Dag. Een ster die mag schitteren op een eigen verjaardag. Jij doet zoveel, maar echt superveel. We maken samen TikTokjes, we maken samen video's, we gaan soms samen weg. Maar je hebt al heel veel meer gedaan dan alleen maar er zijn voor mij. Jij zit hier in mijn hart. En ik wou je graag bedanken voor al die mooie jaren dat je in mijn leven bent. Ik heb heel, maar ook heel vaak gedacht om een mooi cadeau te kopen. Maar ik weet dat je hier blij mee gaat worden. Iets dat je voor altijd gaat koesteren. Ik ga aftellen en dan gaan we aan beginnen. 5, 4, 3. 2, 1, 0. We love you. Heel lieve oma. Een gelukkige verjaardag van mij, Snuffel, Muffin en Kiesteltje. Daarmee alvast feliciteren. Ik wens je een fantastische, fijne verjaardag. Heel veel plezier, nog heel veel mooie jaren. En vooral ook geniet van uw kleinzoon. Het is een topkeer dat hij ons gecontacteerd heeft om jou een gelukkige verjaardag te wensen. Dus bij deze, hiep de piep. Hoera! Tot snel, dag! Hey Annie! Hey Annie! We hebben gehoord dat vandaag jouw verjaardag is. Dus daarom een dikke proficiat! Happy birthday! Hallo, ben je als de familie weer gaat? We hebben iets vernomen. We hebben gehoord dat het jouw verjaardag is. Wat zijn we nog? Gelukkige verjaardag! Happy birthday! Hippiepip! Hoera! Hippiepip! Hoera! Hippiepip! Hoera! Ik weet niet hoe oud hij wordt, maar we gaan niet blijven. Gelukkige verjaardag! Hey oma, een gelukkige verjaardag van Enzo. En dikke kusjes. Oh god. Hallo Annie, ik ben Jana van K2 zoek K3. En ik wil jou een super gelukkige verjaardag wensen. Heel veel plezier. Bye. Hey, ik hoorde van Bolstar dat je jarig bent, dus ik wens je een heel fijne verjaardag. Hi Annie, dit is Ine van Topops en ik wens jou een hele gelukkige verjaardag. Proficiat! Ja hoor, nou heb ik een heel mooi signaal te horen gekregen. Zit hier met mijn manager Peter van Bal, dat u vandaag jarig bent. Nou geniet van uw verjaardag en blijf vooral naar mijn verjaardag, naar mijn muziek luisteren. Fijne dag oma, doei! Dag oma Annie, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik wens u een enorme fijne dag vandaag en een dikke kus van Ida de Nijs. Dag! Hallo Annie, gelukkige verjaardag en dikke kussen van mama Sarah. Ciao! Ciao! Oh, dat is mooi zeg. Kijk, Peter van. Ik ben er zo echt van verschoten. Het is, ik weet niet hoe mooi. Dat heb ik nog nooit niet gekregen. Dank u wel, Sil. Dank u. En er is nog één.
Maar die kon ik niet op beeld laten zien. Ik had eventjes naar mij richten. Ja, er is dus nog één bv, maar die wilde niet op YouTube of zo, omdat hij dat ook normaal gezien nooit in doet. Maar daarom ga ik het niet laten luisteren. Maar jullie gaan er niks van zien. Jullie gaan wel de reactie straks zien van haar. Maar die bv wil niet dat het in de belangstelling staat, want anders krijg je heel veel berichtjes van iedereen. Dus ik ga ook haar naam niet zeggen, maar die persoon weet of wie dat ik het heb. Ja, ik heb iemand ontroerd. Kijk. Ze weet van blijdschap. Meestal, ze ween op, als ik mensen zie die huilen, en daarna is ween van blijdschap. Die is ontroerd. Kijk, zoiets simpel eigenlijk, moet je niet zo duur gaan als gewoon alle mensen meewerken. Dan kan je iemand ontroeren. Dus, ben ik zo blij. Is het echt? Ja, we zijn de Hulk. Het is perfect. Maar ja, we zijn altijd te groot, hè. Ik heb een kleine kop. Ja. Ik had, jammer dat ze niet echt een Mickey Mouse figuur is. Want daar had ik eigenlijk meer in gedachten. Maar ja, heb je hier al Mickey Mouse? Hebben we daar Mickey Mouse? Nee, dat probeer je ze nog. We zijn nog steeds... We zijn de Hulk. Ik heb meer een kinderversie nodig. Ho, ho, ho. Wie zijn wij? We gaan mee naar het programma Nieuwe Stadspader. Ja. Allee, misschien presenteert nu iemand anders, maar... dan komt er zo'n jury, wie zijn ze?